Je wist echt dat hij min of meer een beetje, laat ik wel zeggen, pedofiel was. Dat wist je wel. Maar echt bewijzen. En dan kunnen we zeggen, ja, wist je dat niet? Dat wisten we allemaal. Op parkeerterrein, in de auto, bij de dijk, in zijn schuurtje, bij zijn ouderlijk huis. Ik heb het nooit tegen hem gezegd, hoor. Ik had het eigenlijk wel een keer mee tegen hem moeten zeggen. Van, Josje, blijf dus van die andere snuiters af. Maar dat zeg je dan ook weer niet. En als je nee zegt en hij zegt, maar die doet het en die doet het. Uiteindelijk bleef hij gewoon net zo lang doorgaan tot je toegaf. Hoe kon een pedofiel tientallen jaren zijn gang gaan? Het hele dorp wist het, maar niemand greep in. Waar waren mijn dromen gebleven? Allemaal weg. Ik heb in die periode vaak gedacht aan zelfmoord. Het zijn er veel meer dan 100. Ik denk dat je daar een nul achter kan plaatsen. Het zwijgen van een hele gemeenschap. In Hollandok de beklemmende film Achter de Dijk. Zwijgen? Ja, dat zijn we zo geleerd, denk ik. Ik weet niet.